Ze hadden alles natuurlijk ook opgeruimd, ja, de brandweer, want ze dachten dat het klaar was. Nee. Hij zag om een derde explosie. Zo, boom! Dat was bizar, hè? En alles was meer naar de achterkant. Achterkant. Ja. Ik had de buurman weer geroepen. Ik vind het wel schandalig dat ze ons naar huis hebben gestuurd. Ja, dat vind ik wel fair. Terwijl ze het eigenlijk niet veilig was. Want nu zeggen ze, van als we nu naar buiten gaan, mogen we het huis niet meer in. Ik zat gezellig een leuke serie te kijken en ik zat op de bank en ik voelde opeens een windvlaag van voor naar achter, van links naar rechts komen. Ja, het leek wel of ik in de lucht vloog. Ja, we vlogen eigenlijk door de kamer heen. En toen? En toen ben ik zo in paniek geraakt. Ik ben naar buiten gerend en ik hoorde mensen opeens allemaal gillen en schreeuwen. En kinderen. Nou, het was verschrikkelijk. Ik zat natuurlijk in mijn woonkamer hier toen het situatie gebeurde. De deur dicht, want je kat weg is? Ja, hij rent niet weg. Hij is echt bang van buiten. Oh, poppetje. En ja, ik zat gewoon hier toen het situatie gebeurde. En toen bewoog heel de gebouw. Heel de gebouw. En zonder na te denken ben ik gelijk naar buiten gegaan. En ben ik gelijk naar kijken wie ik kon redden eigenlijk. Het was merendeels dat ik moest vluchten uit het gebouw. Voor mijn eigen veiligheid. En toen ik buiten kwam, toen belandde ik in een hele oorlogsgebied. En ik wist niet wat ik meemaakte. Heb je een beetje besef van wat er gisteren is gebeurd? Nou, ik ben er nog aan het beseffen. Ja. Ik ben nog aan het beseffen. Het is een traumatiserend beeld die ik heb meegekregen. En dat meneer ook helpen. Ik heb mensen zien gillen uit de ramen. Ik heb mensen zien springen uit de ramen. Ik heb gezien dat ze die mensen uit het puin haalden. Ik heb alles gezien. Heeft dat mentaal niet iets heel heftigs met u gedaan? Nou, ik denk het wel. Zeker. Ja, zeker weten. Want het is niet de eerste keer. Want toen zeg maar net de corona was, toen op de Bijenlandse Laan woonde ik daar. En toen keek ik ook naar beneden. En toen zag ik wat er allemaal gebeurde. Ja, Ik zag oorlog, ik zag veel vuur, ik zag auto's ondersteboven, ik zag overal stukken van, ik weet niet van waar al dit stukken vandaan kwamen. En ik zag een man in het puin bij het vuur en ik rende zonder twijfel meteen erop af. Ja, en dat was een man die had... Ja, het was een man die boven dat garage woonde en... Ik geloofde dat hij dus uit zijn woonkamer is geknald naar buiten. En die was ook helemaal er niet meer bij. Wat voor verwondingen had hij? Stukken glazen, verf. Stukken glazen in zijn been. En ja, ik kan niet zien, ik kon niet veel zien. Maar ik weet alleen maar, er was heel veel bloed. Ja. Bloed en verf overal. Weet je wat ik heel erg vind? Dat daar vuurwerk lag. Dat vind ik nog het ergste van alles. Dat het net Enschede had kunnen worden. Ja. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar het lag in een bunker. Ja, het maakt mij niet uit. Het hoort niet in een woonwijk. Nee. Vuurwerk. Nee. Daar ben ik eigenlijk het meeste boos over en angstig over. Dat dat gebeurd is, weet je wel. En nu ook, het is verschrikkelijk. Ja. Ik heb er geen woorden voor. Wat nu? Wat heb je nu als laatste nog gehoord over wat jullie met betrekking tot hier wonen? Ja, er komt een briefing en dan zouden we allemaal daar naartoe moeten gaan. En wordt er ons uitgelegd wat er gaat gebeuren. Vooral voor de bewoners die het meest schade hebben. Waar hun naartoe kunnen en wat er voor hun wordt geregeld. En daar worden wij allemaal bij betrokken. En gaan we horen wat de stand van zaken tot zijn.